Een impopulaire nerd zijn is moeilijk. Nick weet daar alles van. Telkens als hij met iemand probeert te flirten, eindigt het op dezelfde manier. Afwijzing. En dan duikt er een coole jongen op. Ontmoet Jim, de populairste jongen op school. Hij heeft ook een coole auto. Nick heeft een stel sleutels. Maar niet van een auto. Die zijn voor zijn kastje. En hij kan ze nauwelijks openen. Ja, Nick bewaart hier zijn gebroken hart in. Na weer een slechte dag gaat Nick naar huis. En hij droomt over Ivy. Hij is zo verliefd op haar. Zijn vader weet dat zijn zoon niet erg populair is. Dus hij wil hem helpen. Met een bijzonder boek dat al jaren in hun familie is. Hoe vis te koken. Dat is niet erg behulpzaam. Maar hij heeft tenminste nog een ander boek. Hoe cool te zijn. Dat lijkt er meer op. Er is geen tijd te verspillen. Cool zijn is een serieuze zaak. En Nick zal moeten vechten. Voor het recht om cool te zijn. Vader heeft een speciale koffer voor zijn zoon. Daarin zit een koffer. Wauw. Daarin zit een oud wapen. Een blaaspijp. Coole jongens gebruiken dit wapen om spuugballen af te schieten. Als Nick cool wil zijn, moet hij leren hoe hij het moet gebruiken. Raak alleen je moeder niet. Want als je dat doet, zal het niet goed zijn. Voor geen van ons beiden. Nick is nog maar net begonnen aan zijn coole reis. Maar hij zou moeten versnellen. In plaats van deze nutteloze Rubik's Cube, zou hij zich op zijn uiterlijk moeten concentreren. Coole jongens gebruiken haargel. Hoe meer haargel, hoe cooler je bent. Je haar moet hard zijn als staal. En zoveel licht weer kaatsen dat je vijanden er blind van worden. Oh, yeah. Nick is dol op zijn nieuwe haar. En hij vindt zelfs de Rubik's Cube niet meer leuk. Maar tot nu toe, anders dan dat, wordt Nick er niet cooler op. Probeert Nick een airbag te maken of is hij gewoon te ver gegaan met de gel? Oeps, Nick's vader kreeg de verkeerde verpakking. En in plaats van haargel deed hij zijn haar met lijm. Nick's kapsel gaat tenminste nergens heen. Nick maakt zich zorgen over zijn frisse adem. Hij gebruikt veel ademverfrisser, maar dat staat op het punt te veranderen. Coole jongens kauwen kauwgom. Hoe meer, hoe beter. Dit zal hem helpen zijn kaak op te pompen. Want stoere jongens moeten sterke kaken hebben. Tot nu toe is het enige wat Nick doet. Mensen in verlegenheid brengen. Maar het geeft hem wat tijd. Hij staat op het punt te leren hoe je moet bellen blazen. Nick, wees voorzichtig. Oh, hij ging te hard. En de kauwgom vloog in Jenny's haar. Nick, geen paniek. Je moet dit oplossen. Geef haar een complimentje. Geen denken aan, het werkte echt. Jenny was blij met het compliment. Ja, Jim, wij snappen het ook niet. Moderne kunst is een mysterieus iets. Het is moeilijk te zeggen welke kant boven is. Nick's vader zal het afhandelen. Maar zijn zoon heeft een idee. Nick zag online een coole jongen die een piercing had. Nu is hij geobsedeerd door dat idee. Oh, een hamer en een spijker. Gelukkig ging de spijker niet in Nick's oor. Terwijl Nick zijn huiswerk maakte, vond hij een nieuw ritme. Het is zelfs een beetje bekend. Zijn vader herinnert zich dat hij van zijn leeftijd was toen rock en roll populair was. Dus doet hij mee. Wauw, mooi duet. Ze zouden een familieband moeten beginnen. Hier is hun eerste fan. Of derde lid. Nick's moeder past er geweldig bij. Hij krijgt zijn talent van haar. Maar ze probeert niet bij de groep te horen. Ze probeert iedereen haar andere talent te laten opmerken. Koken.
Was je handen en ga eten. Nick heeft niet zo'n goed gezichtsvermogen. Hij kan niet zien zonder zijn bril. Maar zijn bril maakt hem niet erg cool. Dus gaat meneer Jackson zijn zoon een makeover geven. Ze zullen hem niet helpen zien, maar hij ziet er in ieder geval geweldig uit. Het is echter niet de beste oplossing. De volgende stap op Nick's reis is het veranderen van zijn kleren. Veel geld heeft hij niet, dus zullen ze in de uitverkoopafdeling moeten kijken. Wauw, meneer Jackson. Een gratis broek gevonden. Nick vindt ze niet mooi. Maar meneer Jackson kan ze niet zomaar negeren. Zo'n geweldig koopje. Ben jij een goblin? Nick's houding is duidelijk afschuwelijk. Als hij zo zit, zal niemand hem ooit aardig vinden. Meneer Jackson moet de houding van zijn zoon verbeteren. En hij heeft een idee. Wat dacht je ervan als hij rondloopt met een boek op zijn hoofd? Dat zal het oplossen. Zijn houding is niet verholpen, maar Nick krijgt tenminste aandacht. Dat komt omdat dit enorme boek het leerboek is voor het examen dat iedereen op dit moment aflegt. Nick is een menselijk spiekbriefje. Nick heeft het moeilijk om cool te worden. Hij is te onhandig. Je zou kunnen denken dat hij hopeloos is. Maar zijn vader geeft de hoop niet op. Vandaag gaan ze oefenen op de juiste manier een rugzak te dragen. Nick moet hem maar aan één band dragen. Als hij echt cool wil zijn. Maar voorlopig helpt het hem helemaal niet. Zijn rugzak is zo zwaar dat hij bijna omvalt. Maar nu wordt Nick tenminste niet meer gepest. Niemand zal hem zo pesten. Nick is niet in de beste conditie, dus besluit zijn vader met hem te gaan trainen. Begin op het fluitje. Of wanneer meneer Jackson zin heeft om te fluiten. Dit is veel te moeilijk. Laten we in plaats daarvan push-ups doen. Nick's vader zal hem laten zien hoe het moet. En hoe het niet moet. Zijn rug doet pijn. Hey, ieder lichaam is anders. Dus hij is soms een beetje zwaar. Wie kan dat wat schelen? Sommige mensen pompen ijzer, sommige mensen pompen hun vader. Dat is genoeg voor vandaag. Try-out voor het voetbalteam? Nick heeft geen idee wat er net gebeurde. Nu snapt hij het. Dit moet James Bal geweest zijn. Kijk nu eens wie er vast zit in een kastje. Meneer Jackson heeft een geweldig idee voor hoe hij zijn zoon populairder kan maken. Waarom houden we niet een feestje bij ons thuis? Nick vindt zijn idee geweldig. Hij rent weg om mensen uit te nodigen. Dit feest wordt legendarisch. En dat allemaal door de outfit van Nick's vader. Kijk, hij denkt dat hij een van ons is. Maar meneer Jackson kan het goed vinden met Nick's klasgenoten. Hij is het leven van het feest. Meneer Jackson helpt Nick om cool te worden. Als Nick cool wil zijn, heeft hij nog veel te leren. Nick dacht dat zijn vader hem net had uitgenodigd voor een familiediner. Maar als Nick cool wil zijn, moet hij een baan zoeken. Coole jongens zijn volwassen en onafhankelijk. Als hij een auto wil, moet hij hem zelf verdienen. Dat zal hem zeker cool maken. Aan het werk, Nick. Wat een afknapper. Nick's eerste dag op het werk en Ivy en Jim kwamen naar zijn restaurant. Ivy zal hem nu nooit meer opmerken. Wel, Nick zal zich moeten vermannen en ermee omgaan. Dit is tenslotte zijn werk. Maar hij deed er te lang over met hun bestelling. En ze vertrokken. Jim is zijn autosleutels vergeten. Nick, ga je ze stelen? Hier is Jim. En Ivy.
die niets om Jim geeft als hij geen auto heeft. Ze heeft hem net gedumpt. En Nick dan? Hij gaf de sleutels terug. Nu, dat is cool van hem. Bye. Vond je Nick's leerweg leuk? Wat was je favoriete deel van de video? Vertel het ons in de commentaren. En vergeet niet te liken en te abonneren, zodat je nooit een nieuwe video van Troom Troom Trick mist.